Door de inflatie zijn veel dingen duurder geworden. En een dagje na de kermis ontkomt daar ook niet aan. Dat blijkt ook onder andere uit onderzoek van Omroep Brabant. Maar ook kermisexploitanten hebben te maken met stijgende kosten. Voor de exploitanten een behoorlijke opgave, want zij moeten zien te balanceren tussen een betaalbare prijs voor de kermisbezoeker, terwijl ze als ondernemer natuurlijk ook iets moeten verdienen. Ja, we merken inderdaad wel dat het wat moeilijker is en voor ons ook wat lastiger is om klanten te trekken. Omdat het gewoon allemaal heel duur is geworden, kiezen mensen toch wel vaak voor attracties zelf in plaats van spellen. Maar het is er hard aan trekken en af en toe een keer de mensen roepen om wel wat klanten binnen te halen inderdaad. Ja. Ik denk dat de prijs goed is. Mensen schieten meerdere keren, dus zijn dik tevreden, denk ik. Niet alleen de exploitanten, maar ook de bezoekers merken dat de prijzen in de afgelopen jaren zijn gestegen. Nou, kijk, ja, dat is natuurlijk overal het probleem. Alles wordt duurder en ook de kermis die is ook duurder. Ja, en daar zul je mee moeten dealen. En dan doe je maar een attractie minder. Ik vind het best wel duur, want vroeger was het ook wel minder, maar het wordt steeds wel duurder. En het is liever dat het wel goedkoper wordt. Nou ja, ik ben volwassen, dus ik kan het in principe wel voor mezelf betalen. Maar voor kleine kinderen zou het misschien leuk zijn als het iets betaalbaarder is. Hoewel de bezoekers nog wel naar de kermis komen, hoopt deze exploitant toch op wat lagere prijzen in de toekomst. Terug naar het oude, prijzen veel lager. En dan wordt het voor iedereen weer aantrekkelijker en aannemelijker. Ja, zeker te weten. Ja, absoluut.